Goedemorgen, het is woensdag 21 maart. Wij zijn in Zell am Ziller en dat hoort natuurlijk bij de Zillertal Arena. We staan hier bij de Rozenalm en dat ligt op zo'n 1744 meter. Alle liften zijn open, hebben we net gecheckt. En we hopen ook dat het vandaag nog wat gaat opklaren. En de reis gaat vandaag richting Gerlos en Koningslijn. We zijn weer in Gerlos op de IJskogel, waar ook de zon er weer bij is gekomen. En de pistes, want dat kun je nu heel goed zien, er fantastisch bij liggen. Ja, en deze piste hier in Gerlos, ja, dat is echt een snoepje van de dag, heb ik de indruk. Want die ligt er echt geweldig bij. We zijn in Koningslijten en één ding valt ons op, het is erg rustig op de pistes. We zijn bij de platte kogel aanbeland hier in Koningslijten. En dat is in ieder geval waar wij gaan keren, want we moeten nog helemaal richting Zell am Ziller. Dat is daar naar links en als je goed achter kijkt, dan is dat heel herkenbaar, het gebied van Gerlos. Wij gaan hier Gerlos weer verlaten. Via de Edenveld Express gaan wij weer richting Zell am Ziller. Het is weer tijd om de Zillertal Arena te verlaten. We gaan nog één afdaling doen en dat ligt achter mij. Dat is de zwarte afdaling richting Zell am Ziller. Dat is de enige dalafdaling die er is en die is ook nog eens een keer zwart. Maar wij hebben hier een hele mooie skidag gehad. Het was erg koud, dat zeker. Maar er ligt waanzinnige goede sneeuw en dat blijft er voorlopig ook nog wel eventjes liggen. En daarmee wil ik afsluiten voor vandaag. En ik zeg maar weer de groeten.